de knuffelkool. Deze heb ik gehaakt zo. Gewoon in het rond. Wel de ronde steeds gesloten. En ja, hij valt dus zo om je nek. Zo dubbel gevouwen. Hè? Zo. Nou ja, opgefrommeld zeg maar. En dat is het knuffelige. Omdat die wol is heel zacht. Ik zal zo vertellen welke wol. Maar die wol is heel zacht. En ja, hij valt soepel door de steek die gebruikt is. En het ziet er ingewikkeld uit. Maar dat is het absoluut niet. Kijk, als we hem dan van dichterbij bekijken. Het zijn dubbele lusjes. Zo in de lengte. En dan boven elkaar gestapeld. Ja. Krijg je hier een half stokje en dan weer zo'n dubbel lusje. Een half stokje, een dubbel lusje. Nou, op zich is dat heel makkelijk om te maken. Dus ik leg deze weg. Hè? En ik heb hiervoor gebruikt Johanna. En dan denk je, wat is dat voor wol? Nou, die heb ik gewoon online gevonden. Die was, heb ik al een tijd geleden gevonden. Hij was toen 1,75 voor 100 gram. En er zit 90 meter op een bol. 80% polyacryl, 20% wol. En je kunt hem haken met haaknaald 10, 12. En deze wol is vergelijkbaar met die dikke wol van de Action die je daar kunt kopen. Dus die kun je daar ook voor gebruiken. Het hoeft niet per se met deze. Je kunt het zelfs met hele dunne wol doen. Hè? Dan wordt het effect minder grof, zoals ik net liet zien. Dan wordt die heel fijntjes. Maar dat kan ook. Als je gewoon de bijpassende haaknaald neemt, dan kan het gewoon allemaal. Maar omdat ik mijn kool dus al helemaal af heb, ga ik hem kleiner voordoen. Dan weet je hoe of dat hij moet. En dan kun je hem zelfs zo groot maken als jij wil. Je begint gewoon, ik heb, kijk ook, kun je het lezen? Ik weet het niet, het staat er nog maar heel vaag op. Hè? Haaknaal 10 mm. Kijk, hier staat het. 10 mm, daar haak ik hem mee. En gewoon een lusje op mijn haaknaald en ik laat een staartje om zo meteen netjes weg te naaien. Zo, een lusje. En ik begin met 4 lossen. 1, 2, 3 en 4. En dan ga ik een dubbel stokje maken. En die steek ik in de eerste lossen die ik heb gedaan. Dus voor een dubbel stokje sla je 2 keer om. Dan ga je terug naar de allereerste lossen. Daar steek je in. Lus ophalen. Omslaan en onder 2 lussen op je haaknaald doorhalen. Doe je nog een keer. Omslaan, onder 2 lussen van je haaknaald. Omslaan en onder de laatste 2. En dan heb je 2 lusjes naast elkaar. Dit wordt de ketting. Waar je normaal gesproken een losse ketting haakt, doen we dat nu met deze lusjes. Nou, doe je weer 4 lossen. 1, 2, 3 en 4. 2 keer omslaan voor een dubbel stokje. En die steek je in je eerste losse weer. Dus de 4e vanaf de haaknaald. 1, 2, 3, 4. Dat is deze. Dus recht na je lusjeboogjes hier. De losse. Daar steek je weer in. Lus ophalen. En je maakt weer je dubbele stokje. Dus omslaan. Onder 2 lussen door. Omslaan, onder 2 lussen door. Omslaan, onder 2 lussen door. En omdat zometeen je werk niet gedraaid mag zitten, gaan we hem weer achter op de haaknaald zetten. Dus ik doe er nog eentje om een beetje lengte te hebben, dat die bocht gemaakt kan worden. Dus 4 lossen. 1, 2, 3 en 4. 2 keer omslaan voor het dubbele stokje en in de 4e lossen vanaf je haaknaald, dus 1, 2, 3, 4, daarin steek je in voor je dubbele stokje. Onder 2. En dan schiet hij van mijn haaknaald af. Zie je dat dat mij ook gebeurt? Doe ik hem opnieuw. De 4e vanaf de haaknaald en
nog een keer mijn dubbele stokje. Onder 2. Onder 2. En onder 2. Dan heb je er nog maar 1 op je haaknaald. Nou, die losse ketting moet straks gesloten worden zonder dat dit gedraaid zit. En dat werkt hetzelfde als wanneer je dat doet met een gewone losse ketting. Heb ik nu ook een paar keer laten zien, hè? Je haalt je lus omhoog. Haaknaald eruit. Dan steek je hier weer in die eerste losse in. En weer in de lus op je haaknaald. En dan haak je verder. En dit laat je hangen. Dan zit het nooit gedraaid. Het is misschien in het begin even wennen dat je hier ook nog iets vast te houden hebt. Maar je kunt gewoon verder gaan. 4 lossen. 1, 2, 3 en 4. En weer een dubbel stokje in de vierde vanaf de haaknaald. 1, 2, 3 en dan is dit 4. En daar maak je weer je dubbele stokje. Ja, weer wat wol erbij. Nou, doe ik er nog een paar en dan ga ik hem sluiten. Ik ga niet de hele brede kool weer maken, hè. Die heb ik al. 1, 2, 3, 4. 2 keer omslaan voor het dubbele stokje. 1, 2, 3, 4. De vierde losse vanaf je haaknaald. Daar steek je in en je maakt je dubbele stokje. Zo. Nou, zal ik er nog 1 doen en dan vind ik hem breed genoeg voor het voorbeeld. 1, 2, 3 en 4. 2 keer omslaan. 1, 2, 3, 4. De vierde losse vanaf je haaknaald. En je maakt je dubbele stokje. Zo. Hoe breed zou die nou moeten zijn? Nou, wat vind jij prettig? Dat is eigenlijk de enige maatstaf. Wat vind jij prettig? Ikzelf, als je zo'n hoge kool maakt, dan vind ik het prettig als de cirkel zo om mijn schouders valt. Het. Als ik hem zo over mijn hoofd trek, weet je wel, dan laat ik dit op mijn haaknaald staan, want anders dan heb ik dit voor niks gedaan. Dus dit laat ik staan. En ik pas hem zo over mijn hoofd. En dan zitten hier mijn schouders. En dan valt hij daar soepel overheen. Dat vind ik een prettige maat, maar dat is echt helemaal aan jou. En hoeveel van deze lusjes je dan doet, ja, dat maakt niet uit. Gewoon als hij maar past. Dus vandaar dat het kan met dikke wol, dunne wol, pluizige wol, gladde wol. Kan allemaal, zolang als dat jouw haaknaald bij je wol past, dan kun je dit maken. Ik vind het nu genoeg voor het voorbeeld en ik ga mijn ronde sluiten. Nou, hoe doe je dat? Die lus die op je haaknaald zit, die trek je gewoon door de lus erachter die op je haaknaald zit. En dan is je ronde gesloten zonder dat het gedraaid zit. Alle losse bogen zitten nu hier aan de onderkant en je dubbele stokjes zitten hier aan de bovenkant. En dan ben je klaar om je rondes te gaan haken. Eerst 1 losse om je draad omhoog te brengen. Zo. Dan sla je om en in die steek waar je gesloten hebt, hier, daarin doe je een half stokje. Dus omgeslagen. Insteken, lus ophalen, dan heb je de 3 op je haaknaald, omslaan en door. Alle 3. Dat is de eerste. Dan doe je 4 lossen en je gaat weer die boogjes maken. 1, 2, 3 en 4. 4 lossen, 2 keer omslaan. Voor je dubbele stokje en die steek je nu niet in de lus bovenop van je V'tje van je vierde losse. Maar als je hier achter kijkt, bovenop je halve stokje hier, daar zit een oogje. En in dat oogje steek je in voor je dubbele stokje. Zo. En dan je dubbele stokje maken en dan heb je weer zo'n boogje.
stokje, die twee. Dan schuif je op, de boog sla je over en in die steek waarin je je dubbele stokje hebt gemaakt net, die vierde losse zeg maar, dit, daar steek je nu in voor een half stokje. Dus omslaan, in die steek, lus ophalen, drie op je haaknaald, omslaan en door alle drie. En dan heb je je boogje weer vastgezet. De volgende, vier lossen. 1, 2, 3, 4. Zo, twee keer omslaan voor een dubbel stokje. En boven je halve stokje hier, daar zit een oogje. En in dat oogje steek je in voor je dubbele stokje. Dus in het oogje insteken, lus ophalen en het dubbele stokje maken. Dan sla je de boog weer over en hier in die steek waar je je dubbele stokje net gemaakt hebt, hier dus daar zit hij echt in, daar steek je nog een keer in voor je halve stokje. Omslaan, insteken, lus ophalen, omslaan en door alle drie. En dit is eigenlijk het hele patroon. Super makkelijk, maar ik doe het nog wel verder voor hoor. 1, 2, 3 en 4. Twee keer omslaan voor een dubbel stokje na je vier lossen. En in het oogje boven je halve stokje. Dit is het halve stokje. En dan in dat oogje wat erboven zit, dat gaatje. Daarin maak je je dubbele stokje. Je boogje overslaan en in de steek waar het dubbele stokje in zit, daarin maak je nu een half stokje. En daarmee zet je je boogje weer vast, zodat ze boven elkaar komen te liggen. Ja? Nou, die laatste drie doe ik even, kom ik bij je terug om de ronde te sluiten en hoe je verder gaat. Nou, ik heb mijn laatste boogje gedaan hier. Die vier lossen en mijn dubbele stokje. En dan sluit ik de ronde. Hier in de steek waar ook weer dat dubbele stokje is gedaan. Hier zo. Hier is het halve stokje. Dit is het oogje. En daarin sluit ik met een halve vaste. Dus je steekt in, je haalt de lus op en je haalt hem door je haaknaald. En dan heb je al twee rijen gedaan. Nou, en vanaf nu gaat hij op deze manier. Want je hebt nu geen losse steken hier waar je insteekt, maar halve stokjes, let op. Eén losse, om je draad omhoog te brengen, die doe je altijd in het begin. Je slaat om en in die steek waarin je gesloten hebt, daarin maak je je eerste halve stokje. En dan maak je je boogjes weer, dus vier lossen. 1, 2, 3, 4. Twee keer omslaan voor een dubbel stokje en die doe je in het oogje boven je halve stokje hier. Hier, in dit oogje. Daarin doe je je dubbele stokje. En dat is dan straks ook weer de plek waar je je ronde sluit. Je slaat je boogje over en dan heb je hier je halve stokje. En dan doe je het weer in het oogje waar die andere steken in zitten. Niet in de steek van het halve stokje, die zit hier voor. Dit is de steek van het halve stokje. Maar het oogje erna, daarin steek je weer in voor je halve stokje. En dan maak je weer een boogje. 1, 2. 3, 4, twee keer omslaan en in het oogje boven je halve stokje, daarin maak je je dubbele stokje.
de boogjes overslaan. En hier is je halve stokje. Dit is de steek van het halve stokje. Maar je gaat in het oogje ernaar, hier waar die andere steken ook in zitten. Daarin maak je je halve stokje om het boogje vast te zetten. En dit is het patroon. Je maakt je boogjes. 2, 3, 4. Twee keer omslaan voor het dubbele stokje. In het oogje boven je halve stokje, daar maak je je dubbele stokje. Je slaat hier het boogje over en je gaat hier naar het oogje. Ja, zo zal ik hem maar noemen. Ik vind dat het meest duidelijk. Je neemt niet de steek van het halve stokje, maar net één gaatje verder. Daarin maak je je halve stokje. Zo. Maak ik mijn ronde af en dan kom ik bij je terug om te sluiten. Nou, en hoe sluit je nu je ronde? Dit is de eerste halve stokje, hè, met die ene losse om je draad omhoog te brengen, maar die telt gewoon echt helemaal nergens voor. Dit is het eerste halve stokje. En dan sluit je je ronde in het oogje erna. Dus niet in de steek van het halve stokje, maar echt het oogje erna. Daarin doe je je halve vaste. En dan wordt dit de kol. Je begint weer met één losse. In diezelfde steek je halve stokje. En je gaat weer boogjes haken. En that's it. Dat is alles. Zo simpel. En dan kun je echt zeggen van ja, het garen, dat maakt niet uit. Het aantal boogjes, dat maakt niet uit. Haaknaald, maakt niet uit. Je kunt zelfs zo doen dat je een dikke haaknaald neemt. Met dun garen, dan wordt het effect ook weer heel anders als je een wat meer gevorderde haakster bent of haker, dan moet dat ook lukken. En ja, maak er wat van. Die kol die ik heb gehaakt, deze, daar heb ik 2 van die bollen van genomen. En dan heb ik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 rondes gedaan. En ja, ik vind hem heerlijk zitten zo. Zo valt hij dan. Hè? Zo, dit is dan de nek. Daar zit hij een beetje dubbel. En dan valt dit zo naar beneden. Zo. Maar dat zie je wel op de foto. Hè? Die foto heb je al gezien in het begin. En ja, ik vind dit de knuffelsnaal. Sjaal. Hij is lekker zacht en lekker soepel. En nou ja, ik wens je er heel veel haakplezier mee. Ik zie je graag terug bij een volgende tutorial.